huis uit fysiotherapeut. En na mijn fysiotherapieopleiding ben ik verder gaan studeren. Ben ik chiropractor geworden. Daarna nog sportchiropractor geworden. Ik heb eerst een aantal jaar in Utrecht gewerkt. En in september 2014 zijn we SANOS gestart. Dus eigen praktijk gestart. Samen met mijn vrouw. We zijn met z'n tweeën begonnen. Dus van origine ben ik fysiotherapeut. Maar voor hier bij SANOS werk ik nu als masseuse. En gebruik ik de kennis die ik als fysiotherapeut heb gehad of heb. Gebruik ik in mijn massages. Maar ik masseer niet. En wat we als praktijk doen is eigenlijk heel erg specialiseren in het onderzoeken en behandelen van rugklachten, nekklachten en hoofdpijnklachten. En daaraan sportgerelateerde klachten, sportblessures, preventieblessure. Dat is eigenlijk wat we hier doen. Vanuit mijn fysiotherapieachtergrond, samen met de specialisatie als chiropractor, goed zijn en verder gestudeerd hebben in het onderzoeken en behandelen van wervelkolom-gerelateerde klachten. Zesde geworden, tevreden. Probeer eens met je buikspieren mijn vingers weg te duwen. Probeer dan nog eens te strekken naar achter. Hou die druk op mijn vingers, ja. Voel je het dan meer of minder? Of hetzelfde? Minder. Oké. Knijp je bilspieren eens samen. Heel goed. Probeer dan nog eens te strekken. Blijf knijpen. Goed, ja. Voel je het dan meer of minder? Mag je het een paar keer even doen? Ja, gaan we door. Terug. Goed, nog een keer. Chiropractie is vaak nog een beetje onbekend of mensen vinden het een eng of spannend begrip. Als chiropractor leer je eigenlijk heel goed onderzoeken naar daar waar de zwakste schakel zit. Zowel op gewrichtsvlak, dus op gewrichten, als op spieren, als op zenuwen. Wat ik als fysiotherapeut miste was diepgang in het onderzoek en waar zit nou exact de oorzaak van de pijn. Maak maar lang. Lang maken. Goed zo. Met je hak duwen. Goed zo. Terug naar beneden en dan deze kant. Een balletje zorgt ervoor dat je goed kunt zien of je de rug stabiel houdt. Merk jij een verschil, Roos, tussen links en rechts? Ja, ik heb met eentje wel moeite, maar ik zit even te bedenken. Voel maar even. Ja, ietsje stijf heb ik het hier. Voel je iets in de rug of niet? Ja. Trekt een beetje door. Een heel klein beetje, hoor. Deze kant. Voelt nu het verschil tussen links en rechts? Hè? Als je dit voelt, is wat zachter. Deze kant is wat harder. Je zit meer spierspanning. De ervaring en de kennis van spieren adviseren in belastingbelastbaarheid. Wat kun je wel doen, wat kun je niet doen? Daar zit voor mij een onderscheid in. Je kunt last hebben van de rug of last hebben van de nek. En dan het gebied gaan behandelen waar je pijn hebt. Maar de vraag is, zit daar ook de oorzaak? En de meerwaarde van mij als chiropractor is dat ik nog 4 jaar fulltime gestudeerd heb na mijn fysiotherapie. En daarmee gewoon meer kennis en kunde en ervaring heb opgedaan in hoe onderzoek ik nou die oorzaak en hoe ga ik dat dan behandelen. Want bij elke oorzaak moet je een andere behandeling inzetten. Dan wel gericht op spieren, dan wel gericht op gewrichten, dan wel gericht op zenuwen. Of een totaalplaatje van die factoren. En daarbij heb je dus ook meerdere disciplines nodig. We kunnen onderling overleggen. We kunnen overdragen, patiënten overdragen in het dossier. Dat de andere collega het gewoon helemaal kan lezen. Wat heeft de andere collega gedaan? Maar ook het overleg onderling. En of dat in een pauze is of op een ander moment een overleg. Je bespreekt een patiënt. Wat gaat er niet goed? Wat kunnen we verbeteren? En omdat je dat gewoon onder één dak hebt, zijn de lijntjes heel kort. Doen is wat druk geven op je rug, op je bekken. En je kunt erbij wat knakkend geluid horen. Probeer vooral je armen lekker te ontspannen. Heel goed. Mag je diep inademen, rustig uitademen. Goed loslaten. Goed. Oei. Ja. Is dat niet erg, dat knakkende geluid? Dat knakkende geluid wat je net hoorde? Oh, dat is een goede vraag. Nee. Veel mensen vragen zich af wat het krakende geluid is. Het krakende geluid bij een behandeling of als je je vingers knakt, is niks anders dan dat je het gewricht oprekt, opent, dus ruimte maakt, waardoor het weer normaal gaat bewegen. Soms zie je dat gewrichten stijf zijn geworden, vastzitten en dat het gewricht niet meer lekker scharnieren wil. Met een bepaalde druktechniek die we gebruiken, open je eigenlijk dit gewricht, waardoor er een drukverandering ontstaat in het gewricht. Er zit namelijk een kapsel omheen, een afgesloten ruimte. In dat gewricht zit een olie. Die olie zorgt ervoor dat het gewricht soepel kan bewegen, normaal gesproken. Maar als dat op slot zit, of dat kapsel heel strak is, dan beweegt dat niet lekker. En door de behandeltechniek die we gebruiken, manipulatie of kraken, ontstaat er weer ruimte in dat gewricht. Doordat die ruimte ontstaat, ontstaat er een drukverschil. En dat drukverschil zorgt ervoor dat de kleine gasbelletjes in die olie vrijkomen en een knakkend geluid geven. Dus het heeft niks te maken met wervels die helemaal scheef zouden staan. Het heeft niks te maken met wervels of
of met botdelen die we kraken. Het heeft te maken met het feit dat het gewricht niet lekker beweegt. Met een bepaalde specifieke snelle druk open je dat gewricht, zodat het weer netjes kan bewegen. Ja, ik zei als klein meisje toen ik in groep 7 was, ik word later fysiotherapeut. En waarom ik dat geroepen heb, geen idee. Ik had er nog geen ervaring mee. Dus ik ben ook stagewezen lopen 1 dag bij een fysiotherapiepraktijk. Toen, wat ben je als je in groep 7 zit? Ik was een hele dag onder de pannen. En ik ben naar de MAVO gegaan, ik ben naar het CIOS gegaan. En daarna ben ik fysiotherapie gaan doen. En ik heb 6 jaar met heel veel plezier gewerkt. En toen kwam de droom om samen een praktijk te starten. En in de fysiotherapie vond ik het masseren vond ik heel leuk. En om de stap te maken om ik als fysiotherapeut te werken en mijn man als chiropractor was te groot voor een eigen praktijk dan te starten. Dus zei ik, ik vind het masseren heel leuk. Ik ga het massagedeel verzorgen. Nee. Heb je geen last van je liezen gehad? Even nog eens terug. Echt. Vind je het goed als ik dadelijk een klein naaltje zet in die spier? Dat is goed. Hebben we eerder gedaan, dan kun je goed tegen. En met het naaltje gaan we ervoor zorgen dat de knoop in de spier doorbroken worden. Dus je zet een klein naaltje in de spier, je maakt een klein wondje in de spier en dat zorgt er uiteindelijk voor dat dat beter doorbloedt. Dus ik ga even zoeken in de spier naar de reactie. De spier trekt er een beetje samen. Nou, ja, dat was die. Laten we even het naaltje zitten. Dan doen we een aantal plekken in de spier, zodat de spier en meer doorbloed wordt en dat hij wat meer ontspant. Omdat de naaldjes zo dun zijn en de naaldjes zijn 0,25 of 0,3 mm dik, voel je er niet zoveel van. Totdat ik een beetje de spier stimuleer. Ja. Dus als ik hem op en neer beweeg, voel je dat een beetje. Het was wat stijver links in je nek, zei je dan rechts in je nek, hè? Ja. En heb je met koersen nog tijdritten gereden of niet? Ja, dus je mag diep inademen. Rustig uitademen. Goed loslaten. Het kan zijn dat dit een beetje uitstraling geeft. Voel je dat in je armen of in je nek? Een beetje, ja. Tintelt soms een beetje. De tinteling is eigenlijk een goed teken. Het is een teken van ontlading van de spier. Er blijven altijd nieuwe ontwikkelingen komen. Massagetechniek of ander soort technieken. Wie weet pak ik ooit het fysiotherapie gedeelte weer op. Maar dat moet de toekomst uitwijzen. Ja. Ik kan als chiropractor wel oefeningen doen. Dat doe ik ook met mensen wel in de behandelruimte hier. Maar dat is toch vrij beperkt. Dus je kunt een bepaalde basis creëren. En daarmee heb je mensen vaak in 6 tot 8 behandelingen wel op een bepaald niveau. Dat ze weer goed kunnen functioneren. Nee, ik verzorg sportmassages, ontspanningsmassages en zwangerschapsmassages. Zwangerschapsmassages voer je uit vanaf de 3e maand van de zwangerschap. Daarvoor is het toch altijd een beetje de vraag, gaat de zwangerschap goed? Dus je gaat masseren vanaf een 3e maand van de massage. En dan heb ik een zwangerschapsbank. Dus met een uitsparing voor de buik en voor de borsten. Dat de vrouw heerlijk op de buik weer kan liggen. En alle vrouwen die rond de 30 weken zijn en die op hun buik gaan liggen, die vragen of ze die bank kunnen huren. Dus het is een heerlijk moment weer op je buik te liggen. En te ontspannen. En samen met de fysiotherapeuten bij ons in de Sanos zorgen dat we eigenlijk vanuit dat stukje hands-on behandelen, waarin de pijn minder wordt, dan ook zorgen dat de fysiotherapeut weer gebieden sterk en stabiel maakt, zodat de klachten niet terugkomen. Maar dan is de vraag, hoe zorg je ervoor dat klachten niet terugkomen? Want uiteindelijk willen we dat als praktijk niet, maar wil je dat ook als mens niet? Want je hebt die klachten een keer gehad en je wil er graag vanaf. En je wil zorgen dat het sterk en stabiel wordt. En dat doen we dan juist met wat de fysiotherapeuten doen in de oefenzaal. Gaan veel intensiever in op dat stukje stabiliteit en coördinatie. De ruimte maakt het ook mogelijk om veel meer oefeningen te doen, complexe oefeningen te doen, gewichten eraan toe te voegen. Zodat je als patiënt een hele mooie lijn hebt van eerst zorgen dat je een goede basis hebt. Die goede basis zorgt dat je weer kunt functioneren en dat je klachten goed onder controle zijn. En daarna dat stukje nazorg doen, waarbij we zorgen dat je weer sterk en stabiel wordt. Dan heb ik ook de ontspanningsmassages. Dat is een wat rustigere massage, dat je gewoon wel de spieren ontspant. En de sportmassages, die is wat intensiever. Dus dan kan je echt klachtgericht een spier aanpakken, kan je dieper de spier in. Dus die is daardoor wat intensievere manier van masseren. Helpt bij het spierherstel na een sportprestatie, een training, een wedstrijd. Preventie wordt sowieso in de zorg een belangrijk onderdeel, een onderwerp, omdat de zorg te duur wordt. Dus we moeten zorgen dat we klachten zien te voorkomen, zo goed als we dat kunnen. Want daarmee verlagen we de kosten van de gehele gezondheidszorg. Of dat nu op visitevlak is of een ander vlak in de gezondheidszorg. En als praktijk zijn we daar best wel al mee bezig aan een hele tijd. Op basis van dit principe
voorkomen is beter dan genezen, ben ik uiteindelijk bij een bedrijf gekomen in Walbrug, in de buurt. Heb ik een presentatie gegeven over dat stuk preventie bij werknemers in een productiemaatschappij, bij een kwekerij. En uitgelegd dat als je goed functioneert en je spierenkrachten opvangen, dan is die wervelkolom of die heup pas veel later een probleem. Ja, er zijn een aantal manieren waarop de patiënt hier komt. Vanaf moment 1 dat we de praktijk starten, hebben we heel erg gewerkt aan samenwerking. Dan wel met huisartsen, dan wel met podotherapeuten, dan wel met fysiotherapeuten extern in Alphen. En daar hebben we een netwerk in opgedaan. Mensen, andere behandelaars weten wat wij doen. Wij weten wat andere therapeuten doen. En zo is er een wisselwerking ontstaan. Ja, dat is eigenlijk het mooiste van ons vak. Mensen die hier half kreupel of met klachten binnenkomen, weer goed wegkrijgen. Mensen zijn blij, mensen zijn tevreden. Mensen kunnen weer functioneren, kunnen weer naar hun werk. En dat uiteindelijk met een goed onderzoek en een goede behandeling is, ja, voor mij mijn motivatie om dit te doen. Om de praktijk te starten. Te zorgen dat we individuele behandeling maken die en op korte termijn werkt en op lange termijn werkt. Daar zit onze drive ook in. Zorgen dat we disciplines op elkaar afstemmen en daarmee zorgen dat we goede zorg leveren. Mensen daarmee goed helpen en dat geeft heel veel energie. Ja. Dat is heel leuk om te doen.